Hey, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Op Reis met Stijn. Ik ben weer druk bezig met het bouwen van mijn bed. Dat hebben jullie in een vorige video kunnen zien, wat mijn plan is om het vaste bed te bouwen. Denk je nu van, hey, ik heb iets gemist? Dat kan. Hierboven in het scherm, ergens links of rechts, staat nou die video. Kijk die dan eerst even, dan weet je wat ik van plan ben. Ik heb hier in ieder geval weer een hoofdkant of een voetkant. Ik ben er nog niet over uit aan welke kant ik nou met mijn hoofd ga liggen. Maar goed, voor en achter wordt gelijk. We gaan deze even naar binnen nemen en dan laat ik even zien wat ik binnen al gedaan heb. Zoals je ziet, daar is de tv weg. Ik wou eigenlijk ook een kastje weghalen, maar dan heb ik zoveel dingen los en ik heb ook geen ruimte om het op te slaan. Maar goed, de tv weg was al voldoende om in ieder geval één zijkant een tijdelijke plek te geven. Want het gaat nog, nou zeker wel een meter naar achter eigenlijk, ongeveer, uiteindelijk. Maar ik ga eerst het bed even bouwen en later schuif ik hem door naar achter. Deze dvd-bak die zit hier aan de wand, die zit precies op de hoogste, net zoals hij. Dus die moet er heel even af. Die krijgt later wel of geen nieuw plekje, dat weet ik nog niet. Het huidige bed, slaapbank, heb ik inmiddels ook losgemaakt. Alle pootjes die zaten vastgeschroefd aan de vloer, die heb ik losgemaakt. Dus die ga ik zo even naar binnen schuiven, zodat ik hier achter tegen de wand... net zoals die kant, ook er tegenaan kan maken. En dan ben ik eigenlijk al dusdanig ver dat ik al de dwarsbalken kan gaan zagen. En dan begint het al echt een bed te worden natuurlijk. Zo, de basis is er. Er moet natuurlijk hier aan de voorkant nog een lat en aan de achterkant. En daar ga ik wel een tijdelijke plank voor maken. Want het hout wat ik heb is niet heel erg mooi. En dan lijkt het erop dat ik hier vanavond nog wel kan gaan slapen. Kijk, nou begint het echt een bed te worden. Hier ben ik nu al heel erg blij mee.
Zo, het staat. Hij heeft een volledige omlijsting als het ware. En ik heb ook de eerste en de laatste lat van het lattenbodem even vastgezet met een schroefje. Dat ik zeker weet dat ze mooi blijven liggen. Ja, nu dit helemaal zo gebouwd is, is het klaar om het matras naar boven te brengen. Dat gaat nog wel wat worden, want we hebben met 2 man hier naar binnen gebracht. Hij is behoorlijk zwaar en ook heel flexibel, zeg maar. Dus ja, hij gaat alle kanten op. Maar misschien valt het mee. Ik ga hem zo naar boven proberen te werken. We gaan het zien. Oké, hij ligt er bovenop. Ik ben een beetje buiten adem, maar het is gelukt. Wat een ruimte hieronder nou. En dat is ook precies wat ik wil natuurlijk. Voor de fiets, de wasmachine, noem het maar op. Ik moet gewoon uitkijken dat ik straks niet te veel zooi mee ga nemen. Dat moet ik gewoon echt niet doen. Maar misschien wat extra gereedschappen en wat dingetjes die ik gewoon graag bij wil hebben. Ik ga er even op klimmen. Eens kijken of het stevig genoeg is. Zal toch wel. Ik moet nog wel iets van een trapje gaan maken, denk ik. Ah, kijk dan. Super. En het is niet te krap. Ik kan me nog fatsoenlijk omdraaien. Ik denk dat ik nog redelijk kan zitten zelfs. Ja. Het is toch fijn als je in bed in ieder geval een klein beetje kan zitten. Om nog even iets te lezen of gewoon om te chillen. Goedgekeurd. Het is ook stevig. Ligt lekker. Ik ben helemaal blij. Zo, we zijn weer een dagje verder. Ik heb vannacht hierboven geslapen. Heerlijk gelegen, moet ik zeggen. En zoals je ziet heb ik de bank al gedemonteerd, uit elkaar gehaald. En ook het kastje van de televisie. Die is al van de wand af. Ik heb hem leeg gemaakt. En nu kan ik het bed alvast een stuk naar achteren schuiven. Ongeveer zo'n 40, 50 centimeter tot aan de achterwand. Maar op dit moment regent het al heel de dag. En ik heb even naar de weersvoorspellingen gekeken. De komende dagen wordt het niet veel beter. En dat is eigenlijk wel jammer, want ik wil natuurlijk wat spullen naar buiten brengen om het daar kort en klein te kunnen maken. Maar in de stromende regen is dat echt geen optie. Goed, ik ga de bankdelen hieronder zetten. Want nu staat het achter het bed en dan kan mijn bed dus niet naar achteren. Maar het bed zit best wel klem tussen de muren. Dus ik zal waarschijnlijk nog wel een beetje moeten duwen en trekken. En mijn best moeten doen om het bed naar achteren te krijgen. En ik denk dat ik 1 deel van de bank, wat je hier ziet, voorlopig nog even wil houden, want ik heb natuurlijk nou geen bank. En het is wel fijn om iets te hebben om even lekker op te kunnen zitten, ook al is het maar een klein stukje. En dit is het deel wat achterin zat met de klep waar al het beddengoed in kon. Dus heb ik ook meteen een stukje opslagruimte. Ja, dat ga ik doen. Nou, dat had heel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen. Ik
camera heeft niet alles opgenomen omdat de opslagruimte blijkbaar vol zat. Maar ik moest aan de achterkant een en ander losmaken omdat ik hem niet verder naar achter geschoven kreeg. Het zat zo strak tegen elkaar aan. Maar ik heb hiervoor nou al veel meer ruimte. En hij moet nog verder naar achter, hè, uiteindelijk. Maar een beetje voor jullie idee, tussen het bed en de kledingkast komt uiteindelijk zo'n 1,60 meter ongeveer. 1,50 meter, 1,60 meter. Dus er is nog best wel wat ruimte. En ja, het is zo lastig te laten zien. Ik heb hier natuurlijk nog die tafel, die wordt korter. Ik krijg hier nog best wel een leuke zithoek op deze manier. Inmiddels regent het niet meer. Is het zonnetje zelfs flink gaan schijnen. De lucht ziet er redelijk blauw uit. Zo. Dat doet de zon met je. Dus ik ga heel even die bankdelen naar buiten werken en de aanhanger in. Dan heb ik hier binnen daar weer een beetje ruimte. En zo krijg je een beetje het idee van de ruimte. Dus ik heb hier nou een stukje bank voor gezet. Die staat nou echt voor het bed. En dan heb ik onder het bed echt een ruimte van 1,40 meter diep in dit geval. En ruim 2 meter lang. Daar kan mijn fiets in. Met gemak. En nog heel veel andere dingen als het kwijt wil. Ja. Ik ben er eigenlijk best content mee. Ik zit wel steeds meer te twijfelen of ik die achterwand... Ik ga hem sowieso weghalen en vervangen. Maar ik zit nou te twijfelen of ik de achterwand wel verder naar buiten moet doen. Want ik heb daar buiten ook geen isolatie en geen plafond. Dus dan moet ik daar ook nog heel veel aan doen. En in principe is het ook wel weer fijn om die extra ruimte erachter te hebben misschien. Iets om over na te denken. Het enige, ja, ik had graag gewild dat die houten rand die je daar ziet, hè, tussen het hout en het wit, dat ongeveer de lijn werd van de voorkant van het bed. Nou, er zitten nou pak een beetje 15, 20 centimeter nog voor. En hij zit dus halverwege... Het is zo'n raampje, dus dat ziet er ook misschien een beetje vreemd uit. Maar ja, dan is het maar vreemd. Het is mijn huis. Maar goed, daar ben ik nog niet over uit. Daar gaan we nog even, even over brainstormen. Voorlopig blijft hij zo even staan, want ik heb nou geen geld voor een nieuwe achterwand te bouwen. Want die wil ik ook meteen goed doen, isoleren en toch een soort werkplaats aan de achterzijde maken. Dat is een beetje het idee. Nou, voor nu in ieder geval bedankt weer voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je nog ideeën? Ik heb er al heel veel aangereikt gekregen met een hefsysteem en noem het maar op. Maar dit is hoe het bed gaat worden sowieso. Maar heb je nog tips hoe ik de fiets vast ga zetten, de wasmachine ga plaatsen? Misschien nog tips voor de watertank voor de wasmachine? Dat zijn wel dingen waar ik nog niet over uit ben en misschien nog wel tips bij kan gebruiken. En misschien nog tips voor de afwerking hier aan de voorzijde. Kan best zijn dat ik van de week iets bedacht heb en dat gewoon al uitgevoerd heb. Maar wie weet, één van jullie tips dat ik die toe kan passen. Ja, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Leuk dat je weer tot het einde gekomen bent. Vind ik altijd toch weer een wonder, moet ik zeggen. Ben je nog niet geabonneerd, zorg dan dat je op de abonneerknop drukt. Druk ook meteen op het belletje en dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Vond je de video leuk? Geef dan even een duimpje. Laat een reactie achter zoals ik al zeg. En deel het eventueel met mensen die dit ook interessant zouden kunnen vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Houdoe! Yo gast, wat ben je nou aan het doen? Ja. Nou, ik wil gewoon dat ze de video liken. En jij denkt dat dat werkt op deze manier? Ja. Sodemiet het erop, man.